Hallo, ik ben bezig met het ontwerpen van de site van zij of haar en het lukt me niet zo goed. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we woensdag en vandaag heb ik net zoals elke woensdag vrij, wat dat betekent dat ik heel wat kan werken. Aan mijn magazine Zij of Haar. Enkele dagen geleden kreeg ik een voorstel voor een logo binnen. Dus spannend. En gisteren heb ik ook dit boek uitgelezen, dus hier gaan we eerst over schrijven. Dit was het dikste boek van de hoop. Met 275 pagina's. Ik heb dit ding echt al een tijdje van hier, maar ik vind het nog altijd heel erg handig. Net als deze super lange iPhone-kabel. Deze. Nieuw geschreven over dit boek en nu wil ik aan de slag met deze lippenbalsem. Ik ben eventjes niet meer productief, dus ik ga naar beneden een tussendoortje gaan eten en dan kom ik terug om foto's te bewerken. Want bij het bewerken van foto's is het niet zo heel erg als ik non-productief ben. Hallo, ik ben bezig met het ontwerpen van de site van zij of haar en het lukt me niet zo goed. Ik weet echt nog niet waar ik naartoe wil met dit. Ik ben echt super blij met hoe de website er nu al uitziet, alhoewel hij zeker nog niet af is, maar toch ben ik heel blij. Dit is nog niet volledig mijn logo, maar ondertussen zullen jullie hem wel al gezien hebben. En dit is hoe ongeveer mijn website eruit zal zijn. Zien hier ons team samenwerken, veel stelt vragen. Hier komt er ook nog een privacy policy en zo bij. Hier is mijn link naar mijn Instagram. Hier home, beauty, reizen, vrijtijd, boeken, eten en over. Maar misschien ga ik over hier naar home, naast home zetten. En dit is dan eigenlijk de pagina van een blogbericht. Deze heb ik al super lang geleden geschreven. Dit is de review van de Jane Ardell Smooth Fair Facial Primer. En zo ziet dat er een beetje uit. En hier ga je dan nog zien welke, nog zo van die artikelen zien. Ik kan trouwens echt niet wachten tot hij live gaat, de blog en tijdschrift voor jullie allemaal. Dan kunnen jullie dat zien. Ik denk dat ik misschien de blog iets vlugger ga releasen. Ik weet het nog niet. Het komt allemaal echt super dichtbij. Waardoor ik er eigenlijk bijna zeker van ben dat jullie dit gaan zien nadat alles online is. Even genoeg aan het online platform van Zij of Haar gewerkt. Nu ga ik beginnen met het magazine in elkaar te steken, denk ik. Of ga ik eerst nog een DIY maken? Oh, ik heb dan niet meer gewerkt aan de layout van mijn magazine. Ik heb wel mijn zus ergens naartoe gebracht. En terwijl ik zat te wachten, heb ik dit boek uitgelezen. Stelte jezelf staan houden in een wereld vol lawaai. En daarna moest ik nog ergens met mijn zus naartoe reden. En toen heb ik kleine wandeling gemaakt en een gym verslaan op Pokémon Go. En morgen neem ik dit boek mee tijdens de middag. Omdat ik wil eten, kan ik het doen terwijl ik dat boek lees. Normaal werk ik de donderdagmorgen trouwens niet. Maar omdat morgen redelijk druk gaat zijn, heb ik besloten om wel te gaan werken.
Allee, in samenspraak natuurlijk. En vanavond heb ik voor het eerst mijn haar gewassen met de verpakkingsvrije shampoo en conditioner van Lush. En dat was zeer leuk, want mijn haar ruikt nu echt super heerlijk. En het is wel heel erg leuk om te zien hoe zo'n stappen in je wekelijkse routine kan vervangen worden door iets die verpakkingsvrij is. En ik heb mijn loopkleren klaargelegd. Ik ga mijn wekker ook iets vroeger zetten in de hoop dat ik morgenochtend kan gaan lopen. Want ik heb gemerkt toen ik afgelopen dinsdag vroeg opstond dat het me toch wel energie gaf, 's ochtends. Dus we gaan dat opnieuw proberen. Ik wil gewoon proberen om vaker vroeger op te staan en gewoon het productiefste van mijn dag in de voormiddag te leggen. En dat na het werk kan behouden blijven voor dingen zoals het editen van vlogs of het bewerken van foto's of het inplannen van vlogs. Maar dat de belangrijkste dingen waar ik het meest energie voor nodig heb, 's morgens gebeuren. Normaal heb ik nog maar een kwartier nodig of zo om het blokje rond te lopen. Dus ik ga rekenen, ik ga een half uur, drie kwartier extra rekenen. Zodat ik zeker geen tijd tekort heb. En dan gaan we wel zien voor de volgende keer. Hallo, vandaag op 28 maart 2019 ben ik naar een workshop van Niet Nu Laura geweest. Dat was in lab 9. Ik ben al een keer geweest naar lab 9 voor zoiets. Toen was dat met Anne-Katrien. Je kent ze waarschijnlijk wel van Teacups and Dresses. En vandaag was het dus met Niet Nu Laura. En ik heb super leuke souvenirs mee. Deze. En deze. Ik weet trouwens wel haar echte naam. Ze noemt Laura Janssens, maar iedereen kent haar van deze coole cartoons. En het was echt heel erg leuk. En ik heb ook mijn eigen cartoon gemaakt, die ik wel eens aan jullie wil laten zien. Voor iedereen die enigszins benieuwd is naar mijn eigen cartoon, hij staat op mijn Instagram onder deze foto. Als je swipet, zie je deze, dan deze. Dit is echt altijd met mij. Als mijn haar vers gewassen is, ziet mijn haar er niet uit. En een dot, als mijn haar super vet is, is mijn dot heel erg mooi. En lab 9 heeft mij getagd. En een verhaal.